Het is echt... Ik heb een triest meidencijfer vergeleken met die bij jou. Ja, ik ben professioneel. Nou, hallo mensjes. We gaan vandaag berg beklimmen. Hé, Marije. Ja, en wie was je idee was dit? Mijn is, denk ik. Onthoud dat. Ja, ik onthoud het, ja. Ik ben degene die het meest gaat zeiken. Ja, ik wil trouwens wel gelijk doorlopen. Hè. Het is niet om de meter even stoppen. Nee. Nee. Ik denk, gebruik ik jullie wel als excuus. Ja. Nou, dus we gaan de berg beklimmen. Het is, de route die ik heb opgezocht is ongeveer 12 kilometer. Een berg omhoog. Ja. En de berg naar beneden. Dus 6 omhoog, 6 naar beneden. Ga ik ongeveer vanuit. Ik heb een elastiek. Heb ik een elastiek? Ik heb dit elastiek. Oh, we hebben twee rugtassen. We hebben 3 liter water. We hebben... Dat is overdreven. We know. We hebben allebei 2 broodjes. We hebben koekjes, chips, Mental. 2 mandarijntjes. 1 blikje energy drink shit. En wc-papier voor de zekerheid. Een zakmes. Ja, volgens mij mijn ouder. Allebei onze telefoons, horloges om, camera. Wat nog meer? Zonnebrillen, pet, korte broek heb ik mee, want ik heb een lange broek aan. En ik vraag jullie dat. Marije heeft een korte broek aan, want het is aardig warm. Oké. Okay. Dus ja, we gaan lopen. Nou mensen, we zijn van ons dorp, ergens daarachter, zijn we hierheen gelopen. We moeten dit een stuk omhoog. Ik weet niet, wacht, ik ga even kijken of de berg ergens kan zien. We zijn nu al kapot. We hebben 1,5 kilometer gelopen. Oké, in ieder geval... Ik denk daar. Weet ik veel. Je kan niet echt de bovenkant van deze berg zien, maar in ieder geval. We gaan omhoog naar. Ja, maar weet je wat het ook is? Zeg maar. Het probleem is niet de 1,5 kilometer. Het probleem is dat we zo gingen. Ja. Wacht, zal ik het filmen daar? Ja. Ik hoef niet meer te lopen. Nee, ik doe mijn fles wel even om mij heen. Ja. Hier gaat het allemaal zo. Helemaal zo naar beneden. En daar kan je het dorpje zien. Dus daar komen we al helemaal vandaan. Dus, nu moeten we hier weer verder omhoog. Maar het is stijl, jongen. Nu zijn we omringd. Mooie Lexus in de zon bij de bergenklompjes. Ja. Kijk. Shining bright. Oké, zal ik de tas nu doen? Oh nee, ik kan nog wel hoor. Ja? Ja, ik moet toch mijn vest... Oké, ik til de camera wel dan. Ja. En dan gaan we naar boven lopen. Maar we hebben nu al... Ik wil mijn gewoon lopen. Even kijken. 1,5 kilometer gedaan. Jee. Maar nu... Vanaf hier moeten we voor mij 12. En dan moet ik zo meteen mijn telefoon erbij pakken, want dan staat de route erop. Ja, maar gelukkig wel. Maar ik ga er vanuit 3 kwart dat het omhoog is. En de rest naar beneden. Ik hoop het. Maar we gaan het zien. Tot zo. We zijn 3 kwart van de weg. Oh, daar ben je. Yes, yes, yes. We made it. Weet je hoe ver dit al is? Zeg maar, als je dit ziet vanaf het kasteel daar, we zijn hoger dan het kasteel. Besef je dat even. Ja. Daar is het kasteel daar. Eigenlijk hadden ze het hier het kasteel moeten zetten. Ja, dat is beter geweest. Strategische punt. Ja. Het is wel beautiful hier, hè? Daar ben jij. Heel beautiful. Oké. Dat kan niet meer. Oh, fuck. Ik dacht dat ik nu al eigenlijk best wel dorst heb. Ja, ik heb kou gewoon, dus ik heb geen dorst. Oké. Okay. Toby. Nou, we gaan even zo meteen de route uitplannen, want daar is een splitsing en dan moet ik even kijken waar we heen moeten voor de... Ja, want je hebt een heel bord met allemaal routes. Ja, dus... Ja. Ik kom waarschijnlijk uit op 30 kilometer. Ja, ook goed. Maar ja, dus ja. Niet de challenge van vandaag. Nee, voor vandaag niet, nee. Ik ben benieuwd hoeveel stappen we gaan zetten hiervoor. Niet veel. Oké. 10 kilometer? Nee, meer dan 10. Dus we gaan sowieso de 20.000 halen. Ja. Misschien wel meer. Misschien 30. Hoort er vanaf hoe vaak je arm slingert. Dat is oké, ja. Nou, daar gaan we. Wat we van plan zijn is... Nienke daar... Hey. Stippelt de route uit. Even. Want we hebben al een route gepakt, zeg maar, die we willen. Oké, hier heb je een bord. Met alle routes. Je hebt 3, denk ik. En dan moet je kijken welke je wilt. Weet jij welke wij hebben? Ja, voor mij Sierra, gewoon hoe dit ding heet. Maar dat is Balenciaans, dat staat voor mij. Oké, ik ga even naar die andere borden, ja? Dit zijn de leidingsborden. Daar kunnen we beter kijken. Kijk, daar zit een auto. Ik weet niet of je dat kan zien. Ja, waar wil je eerst heen? Wil je eerst rechtdoor of eerst hierheen? Je weet niet, wat wil je? Ja, hier gaat naar beneden, dus je mag beter rechtdoor kunnen gaan, toch?
Oh ja, sowieso. Komt u maar mee. Oké. Okay. Ben ik nog ingezoomd? Nee, oké. Okay. Kijk hoe mooi het hier is. Wauw, look at that. Ik kom echt zo vakantievlogger nu. Ja, dat is geweldig. Ik zie jou gewoon lopen en ik denk van wow, dat we nu in Amerika zijn. Dat we echt een hele beroemde berg gaan beklimmen. Ja. Een documentaire. Kijk, daar is een berg. Maar waar is onze berg dan? Ja, dat weet ik niet. Onze berg is niet meer te zien, want die gaan we niet beklimmen. Nee. Dikke lul. Dat is net fucking Teletubby berg. Voor mij kun je dan nog eens op. Oh, dat weet gewoon puur boom. Nou, waar gaan we verder? Volgens mij iets geweldig zien. Als we seks hebben in de auto, dat is dan jammer. Peace, bitches. What the fuck? Het is wel een beetje koud, hè? Zo, het waait hard hier, ja. Oké, okay, we zijn dus een route. We zijn een beetje verkeerd gelopen. Nou, niet heel erg. Het is maar echt misschien 100 meter. 50 meter. Nee, ja. Oh, kut, mijn telefoon valt bijna. En dus we gingen op dit pad. Maar dit is een heel obvious pad, maar we moeten er hier in ergens. Ja, we moeten de berg in. Ja, dat is ook wel leuker eigenlijk. Maar... Oh, kijk, nu zien we hem. Daar moet ja. Ja, dat weet ik niet zeker, hoor. Maar in ieder geval, het is weer lekker weer en wij gaan weer lekker verder. Yay. Heel ver inzoomen. Ja, je ziet hem vliegen. Maar ja, anders raak ik hem kwijt. Ja. Kom, die ziet hij nog eens voor een hapje aan. Kijk, mensen, we zijn van hier gekomen. We moeten daarheen. Maar het is heel veel... Hoe heet dat? Heel veel... Oh, we zijn vanaf daar. Daar bij dat bochtje. Daar zijn we helemaal vanaf hier heen gegaan. Oh, moet je dit kijken? Oh, mijn god. Ik zweet me wel de ramban. Nou, ik ook. En ik, ik heb dorst. Luchtig? Ja! Jezus Christus, hé. We zitten op de 3,5 kilometer. Ach, mensen. Van dat dorp tot hier is maar 3,5 kilometer. Oh ja, kijk maar. Dat is weinig. Nee, dat is veel bedoel ik. Ja, eigenlijk een soort van wel. 3,5 kilometer klinkt weinig, maar waarom is het zo ver? Ja, dat weet ik ook niet. In ieder geval, de zon schijnt lekker. Heerlijk warm. Ik ga zo ooit mijn korte broek aan doen, hoor. En zometeen, we komen zo meteen bij een weg uit, waar we net ook op liepen. Daar komen we zo meteen weer op uit. Dan ga ik even een mandarijntje nemen. Ja. Dat is lekker. En er zit sap in. Oh. Nou, we gaan weer verder, hè? Ja, moment. Ja, dat is goed, hoor. Ik wil ook wel die rug daar stillen. Nee, hoor. Oké. Jij zit er vast nog op? Ja. Top, daar gaan we weer. Oh, dit is zweterig. Dit is vies gewoon. Ik denk niet dat jij hem wilt dragen. Nee, dat denk ik ook niet. Dat is geen pad, hoor, bro. Nee. Nou, komen we daar vandaan van dat paardje daar. Hier voor mij in dit paardje moeten we in. Dit is de grote weg waar we moesten bijkomen. Als we de route verkeerd hadden gelopen, kwamen we hier vandaan. Dat was echt een tyfus hel, want daar zie je ook een weg aan de andere kant. Kom, ga van dit. Van die weg ging om de berg heen. Ja. Wij gingen in de berg. Hoor, je kan om deze hele berg lopen gewoon, joh. Kijk eens, wat een uitzicht. Oh, dat is ook een pad. Ja. Nou, daar moeten we dus niet heen. Nee. Zullen we even ergens gaan zitten? Ja, maar ik dacht daar, dat is een boom. Ja, hoe waar, ja. We kunnen hier ook wel zitten. Dus ja. Stenen, ja. Zonnetje, bijtjes, de bloemetjes en de bijtjes. Oh, dat is wel lekker met je. Oh, dat is wel minder fijn. Ik zweet op mijn vest. Oh ja, dat is minder fijn, ja. Dit heb je er vanaf. Dat is niet nodig. Mandarijntje. Ja, dat is niet ver, hè? Okay. Ah, wel mooi uitzicht hier. Nee, daar doen we het voor. Yes, sir. We zijn wel een uur bezig. We zijn al hoe vaak... 3,5 kilometer. We zijn een uur bezig. Gestaan, hè? Ja, dat is waar. Oh mijn god, kijk hoe oranje mijn handen zijn. Hoe kun je dat zien? Ik weet niet of je dat kunt zien. Ik kan het ook niet zien, nou. Ja, dat maakt niet uit. Oké. Oké. We doen eerst de helft, toch? Ja. Waarom leg je die mandarijn in de zon, meid? Oh, wat warm. Nou, dit is dus de helft. Oh, wat eeuw. Ja, ik heb dit dingetje er ook nog niet uitgehaald. Ja, dat maakt niet uit. Ik schil. Ik doe maar even met filmen en help mij maar even. Okay. Doei, Nienke. Doei. Nee, wacht. Wauw. Ik kan echt goed even weer houden. Op een steen. Nee, rechterbeen doet dat niet.
Oké, nou, we hebben pauze gehad, we hebben even wat gedronken, handjes gewassen met het zoute water. Want onze mandarijnenhandjes waren een beetje plakkerig en vies. Nu gaan we deze berg oplopen. Wij zijn stil. Oké, zal ik jullie laten zien hoeveel wij eigenlijk nog moeten doen? Dat is echt, want je denkt eigenlijk, oh weet je, het is best makkelijk, we zijn erbij. Waarom gaat het nu opeens opnieuw openen? Oké, wacht even. Wij zijn bij die fucking... Waarom zie ik niks? Ik ben bij die grote vlag, daar zijn we. Dus we moeten nog helemaal dat gaan doen. Ja, lol. Ja, maar, zeker. Daar gaan we heen. Oh, fuck. Dat bergje. Ik dacht dat hij veel dichterbij was. Wat bedoel je? Ik dacht dat hij toen van daar keek, leek alsof het de hel... Ja, oké, okay, fuck me. Nee, dat weet ik. Nou, kijk eens mensen, wat een rotsen daar. We zijn omhoog gegaan. Ja. We moeten weer daar omhoog. Dat was eigenlijk wel het doel, hè? Uitzicht op de rots. Ja, nog 5 meter en dan hebben we de 4 gehaald. 4 kilometer. Yes! Yes, yes. We hebben echt geweldig uitzicht. Ja. We moeten zo daar ergens naar beneden. Heel erg naar beneden. En nu hebben we dit. En dit, letterlijk, mag ik naar beneden filmen? Ja, het is niet heel ver. Ik denk dat je het overleeft ervan. Ja, ja, misschien een paar dingen gebroken. Maar kijk, hier, kan ik dat ook zien? Hier, zeg maar, is de dingen, de naar beneden van. Daar heb je een mooi, daar is een dingetje nog. En hier is de dijk. Bijna bij de rand van de klif. Wow, dit voelt echt als fucking Amerika. Alsof je op vakantie bent ergens. Ja, dit is bijna in onze achtertuin. Dit. We stonden net daarboven. Nu zijn we bij de rots. Dood. Influencers dood door fucking op een domme rots. Wow, hier is het mooi. Er is hier nog meer rotsen. Rotsen bedoel ik. Oh, wow. Kijk daar. Mag ik weer dat inzoomen? Kijk. Wow. Dat is echt nice dit. Kijk, hier heb je een paar leuke rotjes. En hier is de grote. Ik moet het nog goed doen. Ja. Oh mijn god, dit is heaven. Ja, we kunnen altijd glijden. Dat maakt op zich niet uit. Oh my Jesus Christ, wat een drop hier. Kijk dan. Oh, daar is het bordje waar we moesten zijn. Kijk. Wow, hier zijn de berggeiten geweest. Oh ja, kooikeutertjes. Waar zijn de keutels? Zijn dat de keutels? Holy fuck. Waar zijn de keutels? Kijk. Wat een keutels. Oh mijn god. Oh sorry, ik duwde jij bijna. Hier maak je wel een smakkerd. Wow. En zo'n knolmoment. Wow, kijk dan. Jullie, dit is toch geweldig? Ja. Kijk, we hadden bijna in zo'n knolmoment. Wow. Jullie, kijk dan, dit is geniaal. Kijk, oh, en nu kan je dat ook heel mooi zien, want we zijn hier omhoog gegaan. Oh, hier gaat het pad naartoe, denk ik. Nee, ik denk het niet. Nee, nee, ik bedoel, hier kan je niet vanaf. Nou, hier kan je ook vanaf. Maar hier, dat. Wij moeten zo namelijk. Want daar zijn de borden. Zie je dat? En dan moeten we daar. Ik denk dat we dat weggetje moeten hebben. En dan zo. Door moeten lopen, want 2 uur. Ja, ik denk dat we echt bij. Ik denk dat we echt op het nippertje. Voor het donker van de berg af zijn. Dat is, dat is meer echt een probleem eigenlijk. Want. Ja, het is niet een probleem. Maar het is ten eerste eng. En het is gevaarlijk. En niemand kan je vinden. En. Ja, het is niet echt simpel. Nee, maar dit is letterlijk de definitie van dik. Ja. Ja, eigenlijk in Spanje hebben we nog nooit zo mooi. Berg. Kijk, die rotsen dan. Dat is ook echt asociaal. Zit jullie even neer. Ja, ik heb het maar met camera dan. Oh, je hebt hem even neergezet. Ja, ik dacht, shot. Ja, maar... Blijf staan. Oh, ja. Dat is te klein. Oké. Okay. Let's go. Laat, internet. Waar moeten wij nou heen? Hier, dit pad, toch? Hè? Of dat? Oh, hier, dan moet ik even kijken. Welk pad moeten wij? Is dat überhaupt wel een pad, dit?
waar we zijn. Ik denk dat we dit pad moeten nemen, volgens mij. Oh ja, ik weet wel waar we zijn. Ik kom rijden. Dit is echt geniaal. Ja, ik heb geen idee waar we in moeten. Nee? Nee? Waar ben jij? Daar ben jij. Daar vanaf boven gekomen. Zijn we nu de weg kwijt? Dan zitten we echt op de berg vast, hè? Nee, we kunnen teruglopen. Ja. Maar nee, ik kom even hier kijken. Ja, kom. Oké, mensen, zijn we weer na 3 minuten. Kijk, oké, we weten niet waar we heen moeten. Dus, maar ik denk dat deze twee paden, dit waar ik op loop en waar Sneek op loopt, net daar, in dat hele mini hoekje. Ik denk dat het op hetzelfde uitkomt, dus we gaan even testen of we bij elkaar uitkomen. Oké, loop maar hoor, Sneek. Ik loop op deze. En dan heb je daar. Dus mijn pad loopt zo daarheen. Die van haar zie je net daar zo. Zij is daar. En die gaat zo aansluiten. Bij dat ding. Dus. Nice. Oké. Okay, nou, we updaten wel weer wanneer we daar zijn, I guess. Zeg maar, doei Sneek. Oké, mensen, we zijn hierboven gekomen. We zijn weer samen gevoegd naar beneden. Ja, we... Moet je nagaan dat we helemaal zo om die berg zijn heen gaan. Nu gaan we om deze hele berg heen, lijkt mij. Lekker broodje. Mm. Nou, we gaan weer. Oké. Ja. Mm. Lekker. Hey! In een party! Weet ik hoe dat gaat? Nou, mijn broek is nu al weer op. Bijna. Wat pak ik dan? Ik ga de camera. Ik ga de camera uitdoen. Anders val ik hier. Ja, als mensen gaan kijken. Ja, dat maar ook. Dit is wel een soort waardig. We gaan een steen op dit ding leggen. Oh, ik moet zo even kijken welke kant we op moeten. We made it! Yes. Yes. Oké, nu moet ik even de route checken. Oh ja, want wij liepen gewoon naar boven en dat was gewoon Marije wilde een dingers filmen. Ja. Toen liet ze de camera vallen, toen stelde hij niet meer scherp. We kregen bijna een hartaanval dat hij niet meer ging doen. Ja, nou, het vliegtuig is weg, het shot is ook weg, het is weer sad. Oké, nou, hou de camera even vast weer. Okay, we weten waar we heen moeten. We waren even in een paniekstandje, want daar kwamen we vandaan. Oh, koekjes. Daar kwamen we vandaan. Je hebt hier een pad en je hebt hier een pad. We wisten gewoon even niet meer waar we heen moesten. Maar we gaan hierheen. Want hoe hoger, hoe beter. We liepen opeens, toen kwamen we de paal tegen van de uitzicht, van het uitzicht. Kijk hoe mooi. Nou, ik vond die clip waar we op stonden ook echt beter, hè? Maar gaan we dan helemaal daarheen? Nee. Oeh, ja misschien wel. Dat is wel mooi daar. Ja, mooi, maar je komt wel in een ander dorp uit. We hebben nog steeds een beetje angst dat we verkeerd zijn gelopen, maar daar is een weg. Dus ik denk dat we goed lopen, maar kijk wat er mooi uitziet. Ja, we zitten echt weer nog steeds hoog, want waar komen we vandaan? Daar. Daar is ons dorp, ja? En we komen van die berg af. Ja, daar helemaal, dat paardje daar. Kijk, want daar ook, daar kan je op inzoomen. Je ziet die piemel daar. Waar we bij stonden, de paal. Ja, ik zie dat niet. Oh ja, ik zie hem. Dag Lijnen. Ik zie hem niet op camera, sorry mensen. Dus we gaan doorlopen, kijken of we eindelijk goed lopen weer. Ja. Ik hoop dat we beneden uitkomen op het bospad daar. Ja, ik hoop het. We gaan het zien. En anders rennen we gewoon terug. Ja. Oh, ze hebben echt van die miserige houten balkje hier gedaan. Ja. Dat is zet. Oké. We zijn eindelijk weer een bordje tegengekomen. We zijn nog steeds aan de andere kant van de berg. Oh, ik denk dat we daarheen moeten dan. Ja, wacht, hou vast. Ik moet even te pakken. Want ik denk dat ik weet waar deze heen gaat. Dit is de weg die ik zag, denk ik. Ja, maar kan ook zijn dat we die moeten nemen. Maar die vertrouw ik niet. Want dan moeten we, weet je wat we hebben, hoe we dan gaan, niet? Ik denk dat we dan helemaal zo gaan, hè? Of die bergen nog. Oké, we zijn erachter gekomen dat we verkeerd zijn gelopen. Dit pad kan je ook nemen, maar niet van, het is niet leuk. Dus we gaan nu rennen terug naar het andere pad. Om dat pad te nemen. Want we hebben een uur de tijd. Of we
om de fucking berg af te komen. Oh mijn god, dit is echt een dom idee even. Ik stop maar weer met lopen, rennen we. Dus wij gaan even kijken of we dat ding gaan lopen. Doei. Anyway, we zijn er. Het waait hard, daar kwamen we net uit. We zijn net hier heel hard overheen naar boven gerend. Wat een dom. Fucking helm, mijn telefoon zit er nog. Het goede pad. We komen al thuis zijn. Ja. Nee. Nou, dat valt wel mee. We zijn al 3 uur onderweg. Ik weet niet hoe, want we zijn 12. Oh nee. We moeten over 3 kwartier is het 4 uur. En dan is het beste tijd denk ik wel om aan huis te zijn. Anders, in ieder geval, dat is het beste wat we willen. Omdat we dan... Om 4 uur is het handig om van de bergen af te zijn. Omdat zodra het 5 uur wordt, dan gaat het denk ik wel... De schemer een beetje. De zon gaat dan al redelijk om. Nou, hier denk ik net niet. Misschien 5:30, 6:30. Als je beneden naar beneden loopt, dan wel. En dan ben je de lul. Ja. Dus ik wil niet van 4 uur, wil ik van de bergen af zijn. Ja, Nienke moet gewoon het volgende keer veel beter opletten op de kaart. Want ik dacht dat we wel ver... Heel... ver nog waren, maar we waren al van, we moesten nog, ik dacht dat we nog heel ver moesten lopen, maar we waren al een heel stuk, de helft van de weg hadden we al gedaan, maar ik keek gewoon niet goed op de kaart. Wat? Is ook geen pad, toch? Nee, dat denk ik niet. Anders moet ik weer even kijken. Op de kaart. Kunnen jullie mijn telefoon ook wachten? Ja, oké. Oké, mensen. Kunnen jullie mijn telefoon zien? Ja, ja, een soort van. Oké, wij zijn vanaf zo, zijn wij dit pad per ongeluk gaan nemen. Kunnen we dat zien? Dat weet ik niet. In ieder geval hier rechtdoor. En dan zijn we hierheen gegaan. Dus we hebben letterlijk dit hele ding geskipt en hierheen gegaan. Terwijl we terug... Dit helemaal moesten doen en deze andersom moesten doen. Maar eigenlijk, ik weet wel, voor de volgende keer gaan we deze weg niet die kant op doen. Wat bedoel je? Dan gaat toch tyfus uit omhoog? Want dat zijn we nu naar beneden gegaan en dat moesten we omhoog lopen anders. Oh mijn god, ja. Dat moest je andersom lopen. Ja, oké. Okay, dus wat we nu doen wij is... Wij zijn nu hier... Van de andere kant aangekomen. Ja. En wij moeten nu dat paardje weg weer naar beneden nemen. Terwijl we daar net van omhoog gingen. Ja, omdat we dachten dat dit het pad was. Ja, dus we hebben... Ja, ik we hebben een soort van shortcut genomen. We hebben de hele route geshortcut. Afgehaald. Want we moesten beneden lopen eigenlijk. Ja. Dus ja. Oké, voor de volgende keer dan maar, hè. Ja. Omdat we het wel goed moeten lopen. Oké, dus... Wat zeggen we, Nienke? Als je een part 2 wilt... Ja, nou, wij gaan het correcte pad dit lopen. Dat heb ik ook niet meer nodig. Het is, hoe laat is het? Het is 4:30. Maar dat pad gaat goed, dus op zich hoef je nu niet de tijd eraan te binden. Oké, dom idee. Keer 1000. We kwamen daar vandaan, ja? We horen daarheen te lopen. Ja. Maar hebben we nu pad gevonden. En Google Maps zegt dat het goede pad is. Ja, het staat wel 30 minuten op. Ik weet niet hoeveel daar moeten van vertrouwen. Maar ik denk dat dat even veel ver is als je daar vandaan. Waarom staat eigenlijk niet het potje daarheen? Wie? Oké. Okay. Wat een vertrouwelijkheid weer. Ja. Dit wordt het pad? Ja. Oh, shit. Christus en hoeren. Shit. Dus daar gaan we nu heen. Is dit een dom idee? 100%. Ga ik even... komen in fucking weilanden uit. In fucking mensenlandstukken. Ja, oké. Dit is niet mijn idee, oké? Dit is wel... Oké, ja, we gaan. Doei. Yeah. Oké, we zijn eindelijk van dat pad afgekomen. We zijn op een weg en daar is het dorp. Dus we moeten nog even een stukje, maar we gaan even eten. Maar ja, like deze video. Ja. Want we gaan dit nog een keer doen, ja? Ja. Met de zak. Ja, en dan goed. We gaan even eten en drinken. En dan komen we zo meteen weer terug. Oh mijn god, mijn stem. Brood in mijn keel zit vast. Het was een slecht idee om te stoppen. Ik moet ook nog pissen. Doe dat niet zo sloom. Ja. Even. Even drinken. Ik moet nog kouden. Jezus, Marije. Mensen, eet je wel snel. Waarom eet ik nooit snel? Nee, wat doe je wel? Afwassen. Kom op. Ja! Nee! Ik wil voor 4:30 thuis. Gewoon voor het idee, ja? Ga jij maar lopen. Oké, doei. Doei! Ik ga rennen. Ja, nou kom op, man. Er komen mensen aan. Man. Nee, er komt net helemaal niemand aan. Als ik praat en ik moet lachen, dan kan ik niet kouwen. Ja, schiet dan op, lach niet. Waar had ik mijn kauwgom neergelegd?
Ik denk daar. Nee. Oh nee, dat is een bloem. Ja, dit. Oh. Een bloem. Ja, nee. Oh, hier. Gadverdamme. Oké, nou dat, schiet op. Dat mag niet in de natuur. Maar ja, Marije heeft de hele tijd met haar rugtas gelopen. Ja, maar het is niet fijn. Ik heb echt respect voor jou, hoor. Nee, maar sir, het is niet fijn om in iemand zweet te zitten. Ik heb wel eens een keer toen gingen we klimmen. En toen had zij de rugzak om. En toen dacht ik, zeg maar, ik verlos haar even. Nou, dat ding ging zo weer terug, hoor. Nou. Maar het is niet fijn om in iemand zweet te lopen. Minder praten, meer lopen. En rennen jij. Zit mijn ding eens goed? Ja. Heb ik niks vergeten? Dat is een steen. Doei. Zak af. Nou, we zijn bijna thuis. Daar is het dorp alweer. We hebben het gehaald. Even wachten. Ik moet even mijn tijd weten. Het is 19 over, maar dan is het 9 voor half. Dus we kunnen het halen om thuis te komen voor 4:30. Of precies op 4:30. Ja. In ieder geval. Ja, we zijn klaar met lopen. Die berg hebben we beklommen. Nou, en die hele rug, hè. Zo. Ja. Ja. Daar kwamen we helemaal. Ja. Dus, en nu moeten we het nog een keer goed doen. Dus, like deze video en abonneer als je dat wil zien. En goed gaan. En als je... We gaan... Ik weet niet of we de volgende week al weer... Ja, misschien. Hangt van mijn voeten zijn. Ja. Of ik er nog zin in heb. Maar van dan... We gaan zo snel mogelijk weer nog een keer dezelfde berg beklimmen. Alleen dan de goede route. Ja. En niet de... Nienke net niet op. En ietsje eerder weggaan. Want... Ja, 8 uur. Nu gaan we 12 uur. Nou, later dan 12 uur. We zijn nu al 4:10 onderweg. Ja, en, zeg maar, en dan moet je eigenlijk een uur vanaf rekenen omdat we hebben gegeten en Nienke moest routes checken. We hebben foto's gemaakt, we hebben moeten filmen, stoppen. Ja. Dan moet je sowieso een uur allemaal vanaf trekken en dan de route naar huis toe. Ja. Want dat telt niet bij de berg. Nee. Dus dan gaan we er ongeveer denk ik 3 uur over doen. Alleen dit was nog ineens de hele fucking route. Nee, ik denk als we thuis komen dat we op de 13 kilometer zitten. Ja, ik heb nu al... En... Ja, ik weet niet hoeveel kilometer ik heb, maar ik heb wel... al 17.500 stappen. Ja. Dus gaan en hopelijk zijn we een beetje bruin geworden. Ja, en hopelijk gaan mijn voeten niet naar de tyfus. Oh ja. Dus wij gaan zo net lekker douchen. Ja, en misschien krijg ik wel weer die heuppijn. Wat heb je dan? Nou, met hardlopen heb je dat meer. Want je gaat zo, omdat dit is een beweging die je niet heel vaak maakt. Van... Ja, lopen. Dat gaat echt weer pijn. Zeker krijg ook wel last van je rug. Ja, mijn nek eerder denk ik. Want, oh, torretje. Look at what a cutie. Even wachten, ik ben niet zo snel meer aan deze dag. Hallo vriend. Hallo. Gaat het ermee? Kijk. Oh. Oh. Ik ben een dierenwil. Kom, je moet wel even omdraaien. Omdraaien, anders ga je dood. Zo, nee. Ik ben een spin. Sta je weer? Sorry maatje, ik zal niet meer aan je zitten. Even safe journey. Ja, oké, okay, dus wij gaan naar huis. Dus ja. Doei. Doei. Tot ooit weer. Ja. Tot de volgende berg. Huh?